ten opzichte van normaal ren ik nog meer heen en weer tussen allerlei vergaderingen, overleggen en ondertussen ook het informeren van onze spoedeis- en hulpafdeling. Nou, het is druk, het is hectisch. Omdat de zorg voor de coronapatiënten heel erg wordt opgeschaald. Het gaat goed met me, het is ontzettend druk, maar wel goed. De situatie rondom corona is het is best ingrijpend. Hier op de spoedeisende hulp is het, zoals ik zeg, heb ik het idee dat het onder controle is en ook in de rest van het ziekenhuis. Dat is heel fijn. Privé vind ik het toch wel behoorlijk zwaar. Nou, dat ik zeg maar twee jengelende kinderen thuis heb zitten die niets te doen hebben. En ja, zelf heb je natuurlijk ook niks te doen. Hè. Je spreekt niet meer af met vrienden. Dus je ziet elkaar op FaceTime of Zoom of wat dan ook. Maar ja, dat is toch anders dan dat je samen even in een restaurant gaat eten of in de kroeg afspreekt. Wat op de spoedeisende hulp zien is dat we veel minder patiëntenaanbod hebben dan wat we normaal gesproken zien. Het is natuurlijk ook logisch, minder verkeer, minder mensen op straat. Dus ook minder trauma's die we bijvoorbeeld binnenkrijgen, wat op zich heel gunstig is. En we zien natuurlijk veel meer mensen die allemaal verdacht worden van corona, het nieuwe coronavirus. Waardoor we veel meer om moeten kleden, ons rekening moeten houden met de beschermingsmaatregelen die je moet nemen. Dus wat dat betreft is het juist weer wat hectischer. En we denken steeds, oh, en wat staat ons nog te wachten? Als je kijkt naar Italië of als je kijkt naar het zuiden van Nederland, wat gaat ons nog overkomen? Dus we zetten ons een beetje schrap en we proberen positief te blijven. Ik zou tegen de medewerkers hier willen zeggen dat ik verschrikkelijk trots op ze ben. En we hebben wij op de spoedeisende hulp hebben het nog niet zo druk. Maar we zien wel dat ze zich continu moeten aanpassen aan de nieuwe maatregelen die bijna dagelijks lijken te veranderen. En de manier waarop ze daarmee omgaan, daar ben ik verschrikkelijk trots op.